Vanaf de parkeerplaats zie je zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant een pand van Flastic. Aan de rechterkant vind je de receptie met daarnaast een deur waarop staat personeel. Een kwartier voor aanvang van je dienst ben je aanwezig en ga je door deze deur naar binnen. Je hebt geen sleutel nodig, de deur is altijd open. Aan je linkerhand is een deur die naar de kantine leidt. Hier kun je eventueel je spullen neerleggen, maar je kunt ook gebruik maken van de kluisjes in het halletje. In de kantine is een koelkast aanwezig waarin je eten en drinken kunt leggen. Koffie, thee en water is bij Flastic aanwezig. Eten moet je zelf meenemen. Er is ook geen mogelijkheid om eten ter plekke af te halen of te kopen. Op de werkvloer zijn allerlei verschillende machines die plastic flessen produceren. Op je eerste werkdag krijg je natuurlijk eerst uitleg over het werk en de machines. Tijdens je dienst ben je meestal verantwoordelijk voor 4 of 5 machines. Je houdt in de gaten dat die goed doorlopen en je pakt de flessen in dozen. Wanneer een doos vol is, tape je deze dicht, plak je er een sticker op en zet je hem op een pallet. Daarna ga je weer verder met een nieuwe doos. Het leuke van dit werk is dat je de hele dag lekker druk in de weer bent. Is er een pallet vol, dan wordt deze door een collega opgehaald en ontwikkeld met plastic. Tijdens je dienst heb je pauzes van een kwartier. Tijdens je pauze ga je via de deur waardoor je binnen bent gekomen weer terug naar het halletje en doe je je haarnetje af. In de kantine kun je even lekker wat drinken, bijpraten met je collega's of bijvoorbeeld een krant lezen. In de kantine liggen urenbriefjes van BDE personeelsdiensten. Hier vul je elke week je gewenste uren op in en daarna doe je het urenformulier in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal. Wanneer je werkdag erop zit, pak je je spullen en vertrek je weer door de personeelsdeur. Tot ziens bij je volgende dienst bij Flastic.